Biodiversiteit en klimaat zijn de komende jaren belangrijke thema's waar we als samenleving mee aan de slag moeten. Als eerste in het nog niet officieel geopende paviljoen van Natuurhuis Almelo waren er een tweetal inspiratiebijeenkomsten georganiseerd door de gemeente Almelo en de Groene Loper. Die vertegenwoordigers van allerlei groene instellingen en belanghebbenden bij Doepark De Hagen de mogelijkheid bood om elkaar beter te leren kennen en te inspireren. We zijn hier met allerhande partners vanavond bij elkaar voor de totstandkoming van een plan. Een plan over natuur voor elkaar, zoals dat met een deftig woord heet. De gemeente heeft samen met de Groene Loper deze avond georganiseerd. En er is een potje met geld ontvangen vanuit de provincie, waar we samen op het gebied van duurzaamheid, biodiversiteit hele mooie dingen kunnen gaan doen. En we zijn vandaag eigenlijk allerlei inspiratie en creativiteit uit verenigingen, allerlei organisaties aan het ophalen om zo met elkaar samen zo'n plan te maken. Natuur voor elkaar is een programma wat van de provincie afkomstig is en wat als doel heeft natuur dichter bij de mensen te brengen. En met ondersteuning van de provincie gaan wij dat ook in Almelo verder vormgeven. Er gebeurt al heel veel in Almelo op het gebied van natuur en groen en biodiversiteit. Door allerlei organisaties, verenigingen, professionals, door onszelf als gemeente. En de bedoeling is al die partijen samen te brengen en zo de natuur een impuls te geven. En waar leidt dat uiteindelijk toe? Dat moet leiden tot een samenhangend beleid voor natuur in Almelo en waar iedereen zijn steentje aan kan bijdragen. Wat is dat eigenlijk, de Groene Loper? Nou, de Groene Loper, dat is een project van de provincie, de gemeente en van de Stichting Natuurhuis Almelo samen. En Mirjam de Velde en ik proberen alle burgers te helpen met het vergroenen van hun eigen leefomgeving. Dus wij willen mensen meer in contact brengen met natuur en biodiversiteit. En dat doen wij dus op allerlei manieren. Zo kunnen wij dus buurtinitiatieven helpen met bijvoorbeeld het aanvragen van subsidies. We kunnen zaaigoed regelen in het voorjaar. We kunnen stokrozen regelen, we kunnen ander plantgoed regelen. Dus we proberen op alle mogelijke manieren burgers en bedrijven te helpen om hun eigen leefomgeving te vergroenen.